Vind jij ook dat wetenschap de wereld beter kan maken? Dat nieuwe technologie oplossingen kan bieden voor de huidige problemen in de zorg of met het klimaat? Wil je je inzetten voor de wereld van morgen? Dan is een stemrichting op school zeker iets voor jou. Maar welk beroep kan je later doen met die stem? We zoeken het voor je uit in verschillende domeinen. Het leger werkt op land, op zee en in de lucht. Vandaag ben ik op bezoek bij de Belgische luchtmacht om te kijken wat zij precies doen. Dag kolonel. Dag Lotte, welkom. Wat doet de luchtmacht eigenlijk zoal? Wel, de luchtmacht is een vliegend bedrijf. Wij vliegen voornamelijk met vliegtuigen, transportvliegtuigen, helikopters, maar ook straaljagers, zoals je hier kan zien in Kleine Brogge. Die helikopters die worden gebruikt om bijvoorbeeld mensen in nood op zee te redden. En met onze gevechtsvliegtuigen zijn wij een beetje luchtpolitie. Wij zorgen ervoor dat als er problemen zijn in de lucht, dat wij kunnen helpen. Maar wat heeft STEM nu eigenlijk met de luchtmacht te maken? Een klein deel van de luchtmacht zijn eigenlijk maar piloten. Het overgrote deel zijn de mensen die ervoor zorgen dat die piloten veilig in de lucht kunnen geraken en veilig teruglanden. Die mensen die bijvoorbeeld aan deze toestellen werken, die hebben een technische opleiding nodig. Een STEM-opleiding is een hele goede basis daarvoor. En dan zorgen wij ervoor dat die mensen verder kunnen opgeleid worden. Goeie vlucht gehad. Goeie vlucht, maar toch een klein probleempje met de motor, denk ik. Tijdens de vlucht hebben we wat vibraties gehad. Dag Michel, hoe ziet een normale werkdag voor jou eruit? Ieder toestel moet voor en na elke vlucht geïnspecteerd worden. Soms gebeurt het dat er een vogel in een moteur vliegt. Dan moeten wij extra nazicht doen van die moteur. Of wanneer er onvoorziene omstandigheden voorvallen, moeten wij dat ook nazien, zoals nu. Dit is een boroscoop. Draai maar eens aan de schoepen. Dan zien we deze op het beeld bewegen. Het is namelijk een cameraatje op een beweegbare kabel waarmee we in de moteur kunnen kijken, gelijk bij kijkoperaties in het ziekenhuis. En wat is er nu zo belangrijk aan het onderhoud van de vliegtuigen? In de lucht is er geen pechstrook. Onze vliegtuigen moeten altijd paraat zijn om binnen de 15 minuten in de lucht te zijn. Het is dus belangrijk dat onze toestellen ten alle tijde technisch in orde zijn. Wat vind je zo leuk aan de job? Het is een zeer technische job. Ook zijn het allemaal heel beide collega's waarmee ik samen kan werken. En natuurlijk de buitenlandse zendingen, waardoor ik op andere plaatsen in de wereld ook terecht kan komen en mijn werk kan beoefenen. Vliegtuigen en piloten moeten dus altijd paraat staan. Om veilig te kunnen vliegen, begeleidt een team dag en nacht het luchtverkeer. Dag Mika, het ziet er allemaal heel ingewikkeld uit met al die knopjes en die schermen, maar wat doen jullie hier precies? Wij zijn de luchtverkeersleiders. Wij zitten hier in deze toren en wij gaan eigenlijk met de piloten praten die daar hier in ons luchtruim zitten. De vliegtuigen hebben in de lucht geen verkeersborden, geen verkeerslichten zoals dat wij die kennen als we met een auto rijden. Dus daarom gaan wij eigenlijk tegen de piloten praten en gaan wij eigenlijk helpen naar waar dat ze moeten, hoe hoog dat ze moeten. We gaan ervoor zien dat ze niet tegen een ander vliegtuig kunnen vliegen en we gaan ervoor zorgen dat ze veilig kunnen opstijgen als ook veilig kunnen komen landen. En wat gebeurt er als jullie dan iets verkeers opmerken? Alle piloten in ons luchtruim zitten bij ons op de radiofrequentie. En op die frequentie kunnen wij dan zeggen tegen die piloot, die misschien iets fout doet, dat die iets anders moet doen. Vanaf dat die eigenlijk in de lucht hangen, dan komen die hier op ons radarscherm. En zo kunnen wij die dan volgen en zien dat die veilig doorheen het luchtruim kunnen vliegen. En hoe ben je bij deze job terechtgekomen? Het was mijn kinderdroom om naar het leger te komen, dus die heb ik ook waargemaakt. Hoe dat ik specifiek bij hier als luchtverkeersleider terecht ben gekomen, dat komt door het Defensiehuis. Die hebben mij deze job aangeraden. Stemstudierichting gevolgd of niet? Bij Defensie vind je zeker een job die bij je past. Want je krijgt bij ons de opleiding die nodig is voor jouw droomjob.